altijd kalm en zal nooit een vlieg kwaad doen. Op zijn trouwe paard draaft hij over de uitgestrekte prairie. Geniet van de eenzaamheid en houdt niet van herrie. Lucky Luke, de schrik van elke bandiet. Lucky Luke, oh nee, bang is hij niet. Lucky Luke, en hij schiet sneller dan zijn schaduw. De clownprinsen. Betaald zetten, Lucky Luke. Oh, Lucky Luke, dit zet ik je betaald. Oh, dit zet ik je betaald. Je hebt Crazy Bob gevangen. Goed dat ik die cel net heb geverfd. Het spijt me, Herbert, dat je door mij nu de rodeo mist. Ja, ik mis alleen de openingstoespraak van de burgemeester. Ben ik blij. Naar binnen jij. Pas maar op, Lucky Luke, want dit ga ik je betaald zetten. Zullen wij eens een kijkje gaan nemen bij de rodeo, Jolly Jumper? Zeg, moet dat. Ik zie niet graag hoe paarden zich misdragen. Waarom heeft hij me nou meegenomen naar een politieke bijeenkomst? De winnaar van de rodeo vandaag krijgt deze massieve bladgouden beker. Die zal worden uitgereikt door de net zo magnifieke Miss Nothing. De gelukkige winnaar krijgt ook een waardebon van $4 van Barnaby Neil Cothin, onze begrafenisondernemer. Even allemaal een applausje voor onze Barnaby, mensen. Zeg, maatje, ga jij ook meedoen met de rodeo? Nee, Jolly Jumper is jaloers. Hij wil niet dat ik andere dieren bestijg. Welke misdaad heeft dit paard begaan om opgesloten te worden? Laat me los! Ik heb toch niks gedaan? Laat me los! Heren, een ogenblik alstublieft. Ik zal er niet omheen draaien. Verdient rodeo rijden een beetje? Dat dacht ik al. Ik heb een voorstel voor u. Wel, alle bankbiljetten. Ik heb nog nooit zoveel briefjes van 100 bij elkaar gezien. Dank u en tot ziens. Mijn heren, ik kom direct ter zakken. Verdient de rodeo-rijder. Dan is het nu tijd voor onze eerste deelnemer. Een welkom voor Joshua Pemberton. Go, Joshua, go, hoera! Sorry mensen, Joshua heeft zich teruggetrokken wegens acute beenkramp. Daarom gaan we meteen verder met onze volgende deelnemer, Aloysius Gridlock. Hè? Oh? Aloysius hier. Ik begrijp dat Aloysius zich ook heeft teruggetrokken wegens beenkramp. Daarom snel verder met de derde deelnemer, Big Joe Miller. Ik heb opnieuw vervelend nieuws, mensen. Big Joe is ook al geveld door beenkramp. Dus dan is nu de beurt aan Nathaniel O'Leary. Nee, de uitkijktoren is niet gebouwd op zoveel mensen. Dat is nieuw, jongeman. Ik wist niet dat beenkramp besmettelijk was. Ik ook niet, ouwe man. Kijk maar uit. Mogen die beste man winnen, Tudor? Eens gelijks, mijn beste Bogdan. Hier een beetje. Zijn we weer? En we hebben twee deelnemers over. Eerst Tudor, Vajo, Volo of zoiets uit Poldavië. Waar ligt nou Poldavië? Volgens mij in Canada, burgemeester. Ja, mensen. Onze rodeo kan nu eindelijk beginnen met een deelnemer helemaal uit Canada. Oh,
paard ontsnapt uit de gevangenis. Hé! Hey. In naam der wet, ik beveel u direct terug te keren naar uw cel. Tijd! 3,5 seconden! Geef u zelf maar over, ik heb u omsingeld. Oeh. Duistere krachten spannen samen tegen mij om te voorkomen dat ik de wet handhaaf. Maar ik beloof u, ik kom terug. Onze tweede deelnemer is Bogdan Vajovolo. Hartstikke idee. En ook al uit Canada, mensen. Al die Canadezen lijken op elkaar en ze heten hetzelfde. Hoe kun je dit nou doen? Omdat we op een politieke bijeenkomst zijn? Het haalt het slechtst in de mens naar boven. Zo te zien gaat deze Canadees het... net zo slecht doen als die andere Canadees. Ze hebben precies dezelfde tijd. Ik heb gewonnen, Bogdan. Oh, nee, ik heb gewonnen, Todor. Todor en Bogdan, Vajovolo, dinges, zijn samen de rodeo-kampioenen van Notting Hill. Oh, ik wil mijn geld terug. Ik wil ook haar geld terug. Burgemeester, u zult iets moeten doen om rellen te voorkomen. Ik weet wel iets. Burger, ter viering van dit feest krijgt u allemaal een drankje. Wat voor drankje, lieveling? Een frisje. We willen een echte slok. Hé, hey, dat is mijn hoed. Sorry, ik had die hoed niet gezien. Laat staan die spuuglelijke tronie die eronder zat. Huh? Hey. Hier. Waarom loopt de politieke bijeenkomsten toch altijd zo af? Nou, ze weten in deze stad wel een mooie rodeo te organiseren. Zin in een heet hapje, cowboy? Nee, dank je. Ik ben net geweest. Maar misschien mijn hond wel. Niet te geloven. Hij probeert me om te kopen. Maar mij kan je niet verleiden. De beker behoort bij mij. Nee, hij is van mij. Wie zijn die gasten toch? Denkt hij nou werkelijk dat hij me kan omkopen met zo'n lekker worstje? Oké, dan ben ik maar corrupt. Maar ik ben wel van mijn honger af. Todor, wat gaat er gebeuren als onze strijd gelijk eindigt? Dan zit er niks anders op dan een schietduel, Bogdan. Wij willen graag een lijst met alle schurken op de vlucht in deze stad. Rondlopende schurken? Het spijt me, heren. Er zijn er geen meer vrij. Een staat in het Wilde Westen zonder één schurk? Dat lijkt me erg ongeloofwaardig. Het is echt zo. Lucky Luke heeft ze allemaal één voor één gearresteerd. Behalve de politici. Lucky Luke, dit heb ik je betaald. De laatste schurk die nog op de vlucht was, was Crazy Bob hier. Luke bracht hem vanmorgen op. Todor, denk je dat wetsdienaren goed betaald worden hier in Amerika? Was niet beter dan in Poldavië. Lucky Luke. Ah, hou je kop. Mogen de beste man winnen, Todor. Ja, Bogdan. Mogen de beste man winnen. Ik pas op die beker, Todor. Nee, ik kletter wel op Bogdan. Beetje lager. Oh ja, ja, daar heerlijk. Dat is vast mijn geweten dat zo zwaar op de maag ligt. Lucky Luke, ik moet iets bij je opbiechten. Ik heb iets vreselijks gedaan. Ik ben onze vriendschap helemaal niet waard. Wat is er dan, Herbert? Heb je weer te veel bonen gegeten? Wauw, wat kan die man netjes opzitten? Die heeft zeker een koekje verdiend. Nou, ik ben nog lager dan een woestijnhond. Geen koekje voor hem. Ik heb smeergeld aangenomen om Crazy Bob vrij te laten. Hij loopt nu rond en jij weet net zo goed als ik dat hij jou te grazen wil nemen. Wie heeft jou betaald, Herbert? Die twee vreemdelingen met die nette kleren. Dit regel ik voor eens en voor altijd.
En terwijl hij de held uithangt, wie gaat mij dan zorgvuldig roskammen? Zet ik je betaald. Strek je handen in de lucht in. Oh. Hé, hey, wat dacht jij te doen? Ik zag hem het eerst. Hij is van mij. Nee, hij is van mij. Jij krijgt altijd wat je wilt. Ik, hè? Je gaat toch niet ontkennen dat moeder jou altijd heeft voorgetrokken? Dit is duidelijk iets persoonlijks. Ik ga er wel even van tussen. Oh. Oeh. Ik wil nu wat tekst en uitleg. Lucky Luke, dit zet ik je betaald. Hou daar eens mee op. Je maakt me knettergek daarmee. Lucky Luke, dit zet ik je be... Houd toch je kop op. Kom op. En nu vertellen wie jullie zijn. Mag ik me even voorstellen? Bogdan Vjoslovljorovic, kroonprins van Moldavië. En dat is mijn tweelingbroer Todor. Ik ben ook een kroonprins. Onze oom koning Slobko is een oude man. Binnenkort gaat hij de pijp uit. En als dat gebeurt, dan zal een van ons hem opvolgen. Om dit te beslissen heeft hij ons naar het Wilde Westen gestuurd voor een competitie in 3 stappen. Want kijk, ome Slobko is een beetje vreemd en hij is gek op cowboyverhalen. Dus, ik gok even. Stap 1 was het winnen van een rodeo. En de andere 2? Een gevaarlijke schurk gevangen nemen. En een scalp van een roodhuid meenemen. Sorry. We leven in vrede met onze indianen hier. Dus er wordt helemaal niemand gescalpeerd. Maar ik kan jullie wel helpen met het vinden van schurken. Echt waar? Ja, in Amerika is omkopen van een sheriff verboden. Dus jullie zijn allebei schurken. Oeh. Oh. Gaan we dan omhoog? Lucky Luke! Ah, daar ben je. Die duo-prinsen zijn vanochtend vertrokken naar het kamp van opperhoofd Eerlijke Arend van de No Joke Stam hier verderop. Huh? Hij kan snel schieten, maar ook iets aanschieten doet die jongen vlot. Nee, nee, Rattenplan. Jij blijft hier. Ik blijf liever hier, maar als hij zo graag wil dat ik meega... Ga ik mee? Nee, dit is het ook niet. Oh, het vreselijk. Waarom ik toch vergeet steeds mijn regendans? Was dit het misschien? Ome Willem. Todor, jij zit mij na te appen. Wat zeg je? Jij appt mij altijd na. En deze roodhuid is voor mij. Wat durf jij zeg? Ik heb een eerst geslagen. Nee, ik een naapert. Moet je horen wat je zegt. Ik heb het geloof ik weer. Jolly, blijf toch eens stilstaan. Ik heb het weer, ik heb het weer, ik heb het weer, ik heb het weer. Spastische specht, eerst kloppen voor hij binnenloopt, wigwam. Sorry, ik zou binnenvallen, opperhoofd Eerlijke Arend, maar ik heb het weer, ik heb het weer. Wat jij ook hebben mogen, ik hoop het niet besmettelijk zijn. Nee, gekkie, ik bedoel hem, regendans, ik mij het weer kunnen herinneren. Haja papa, haja papa, hoep ja papa, hoe ja papa, hoem papa, hoem papa. Ik spastische specht even een stukje advies geven. Volgende keer jij regendans herinneren, doe dat dan buiten! Uh-oh, ik ben de weg geloof ik kwijt. Ik had nooit alleen de stad uit moeten gaan. Ik weet zeker dat we een of andere regeling kunnen treffen.
Wil jij je inkomen opschroeven? Eenvoudig nee had voldoende geweest. Ik wil een scalp en die krijg ik ook. Jij neemt de woorden uit mijn mond. Ah, ik heb de stad gevonden, dankzij mijn feilloze richtingsgevoel. Oké, wegwezen. Huh? Heerlijke Arend groet en zijn vriend met gouden hart en retrokapsel. Ja, jij ook, Kopper. Ik merk dat u Mary Simon zijn geheugen terug heeft. No jokes dan, bedanken Lucky Luke's kameraden. Klap op kop dat geheugen van Spastische Specht hersteld kwam van die twee. Eerlijke Arend alles doen om zij te bedanken. Zij u alles doen? Geef ons een scalp van een roodhuid. Scalp van een roodhuid? Zekers? Voor elkaar, Eerlijke Arend houden zijn woord. Waarom giet het toch altijd als wij aan het kamperen zijn? Kom binnen, kale kolibri. Ik zie twee bleekgezichten, maar slechts één scalp. Wie moet ik geven? Aan mij. Nee, aan mij. Ik zou zeggen dat er maar één manier is om daaruit te komen. Jullie rijden naar dat plateau, gaan eromheen en komen terug. De eerste die de totempaal bereiken, krijgen scalp van mij. Zijn jullie klaar voor strijd? Mogen die beste man winnen, Toror. Ja, Bogdan, mogen de beste man winnen. Kijk nou eens, ze gaan uitrijden. Dan ga ik gezellig mee. Eerlijke Arend beginnen lichtelijk bezorgd te raken. Weet Spastische Spechtregen ook te stoppen? Eens eventjes kijken. Op het puntje van mijn tong liggen. Maak ik geen zorgen op mijn hoofd. En vanzelf te binnen schieten. Hoepa, hoepa, hop, hop, hop. Nee, dat is het ook niet. Mag ik daar later op terugkomen? 1, 2, 3, 4, neus vooruit. 1, 2, start in de lengte. Scalp, ga naar hond met dikke neus. Waarom moet ik nou een muts op? Ik heb het niet koud. Alsof hij nog niet idioot genoeg was. Er is maar één manier om dit uit te vechten, Bogdan. Ja, Todor. Ik vraag me af waarom we dit niet eerder gedaan hebben. Revolvers om 12:00, Todor. In de hoofdstraat. Ik zie je daar. Je kunt ze ook geen vijf tellen alleen laten. Zo, ze zijn terug en ze kijken zuur. Wat zijn ze van plan, Luc? Revolvergevecht. Dat meen je niet. Als zij gaan schieten, kan er iemand gewond raken. Nou maar, ik geloof dat ik weet hoe ik ze weg kan krijgen. Hey, muchacho, wil je een kwartje verdienen? Si, señor Luc. Kom maar mee dan. Okidoki. Iemand moet ze vertellen dat ze hun rackets en shutteltjes zijn vergeten. Moet ik ze echt niet tegenhouden? Yep. Mag ik eventjes, meneer? Wilt u blijven staan, alstublieft? Uitstekend. Ik wil u graag informeren over onze groepskortingen. Maar ik moet nu weg.
Dat dacht ik al. U moet volgens de regels spelen, heren. Todor, je vuile valsspeler. Jij hebt scherpschutters ingehuurd, Rotschak. Slechts twee man, Bogdan. Senior Luke, er is een telegram gekomen voor de vreemdelingen. Heren, voordat jullie met schieten beginnen, dit is voor jullie. Koning Slopko is van mening veranderd. Stop. De troon van Poldavië gaat naar de eerste kroonprins die de Noordpool bereikt. Te voet. Stop. Zou jij nu Noordpool? Te voet? Mogen de beste man winnen, Bogdan? Ja, Todor, mogen de beste man winnen. Toedeledokie. Zeg eens, Luc, als dat telegram niet zou zijn gekomen, had je ze dan gewoon laten schieten? Ik heb dat telegram zelf verstuurd. Echt waar? Zeg, Luc, waar is hij nou? Hij schiet sneller dan zijn schaduw, maar hij schiet er ook snel tussenuit. I'm a full lonesome cowboy.